We zijn er weer. We zijn er weer. Yes! Zijn we weer? Hij is er weer hoor. Godverdomme. Ik help je. Oh. Je leven voor. Oh, nu een Pokémon ontvangen. Kijk. Oh, ik heb iets gevangen. Twee Pokéballs en een Raspberry. Raspberries zijn heel zeldzaam. Maar ik spring al meteen right into the news. Ik bedoel, right into Pokémon Go. Maar ik heb het nog helemaal niet gezegd waar we zijn, jongens. We zijn hier. Maar kijk down. Maar ik heb gehoord van een zeldzame bron. Een of andere Ronbron? Random, zeldzame Ronbron. Ronbron. Hij heeft me verteld dat Hiro ergens op deze plek het ultieme apparaat is om Pokémon te vangen. Want jullie kennen het allergrootste probleem van Pokémon Go, dames en heren. Ratata, maakt niet zo uit. Het ultieme probleem van Pokémon Go is natuurlijk dat je je fucking telefoon elke keer in je hand moet houden. Niemand wil zijn telefoon in zijn hand houden. Iedereen wil gewoon lekker casual lopen. En zeiden dat het een zwaard was en die moest je dan in je hand houden en dan kon je zo doen en dan had je een Pokémon. En sommige mensen zeiden dat het een ballon was en die moest je opblazen en dan had je een Pokémon. Maar ik weet nog niet wat het is. Dus vandaag ga ik met jullie mee. Vandaag gaan jullie eigenlijk met mij mee op zoek naar het apparaat. Mag ik ook mee? Jij mag ook. Let's go! Oh. Wat? Er is hier een Ponyta. Wat? Er is hier een Ponyta. Wow, onze legendarisch. Onze zoektocht voor het apparaat moet even wachten. We hebben hier een zeldzame Ponyta. Ik ga hem vangen met een Great Ball. Ik had tegenwoordig ook Great Balls vrijgespeeld namelijk. Kom even kijken. Ja, dit is tegenwoordig, zo gaat het beter. Zie je? Extra, zo kan je hem extra snel vangen. Heel zie goed, je? Oké, okay, ja. Gaat-ie. Oké. Okay. Je bent echt heel goed. Ik ben echt goed, ik heb hierop getraind. Oké, gaan we. Got him. Goed zo. Echt topkek. Dat was de beste throw ooit. Zeg maar, je hebt van die throws. Je hebt nice throw, great throw, excellent throw. En je hebt ook throws waar ze helemaal niks aangeven. Als ze helemaal niks aangeven, beste throw. Hij was ontsnapt. Hij is toch niet zo goed. Hij is 394. Dat is de sterkste Pokémon. Oké, daar gaan we. Shit, great throw. Dat is wel minder. Je moet natuurlijk helemaal niks hebben. Dan vang je hem altijd gegarandeerd. Je hebt wel goed. Je weet al heel veel. Je hebt hem gevangen. Maar wel met great. Ja, ik weet niet hoe het komt. Maar het probleem is dat ik hem niet in één keer ving, is omdat ik mijn pet niet omgedraaid had. Ja. Jullie kennen hem nog wel van de eerste aflevering. Gaan we even oefenen. Oké, waar weet. Dat was de oefening. Oh. Nummer 1, tip nummer 1 van Pokémon trainers, altijd pet omdraaien en wijzen. Maar jongens, er zijn heel veel Pokéstops hier al. Zoals jullie kunnen zien, zijn er echt heel veel Pokéstops hier. Kijk eens even aan. Oh, en we gaan... Magikarp! We gaan even kijken. Magikarp! Oké. Wacht, ik ga hem vangen. Magikarp zit daar. Waar? Hij zit daar op de straat. Wow. Ik ga hem vangen. Wow. Oh. Waar dan? Kijk, ik heb hem. Waar? Daar. Oké, hij zit erin. Kijk, hij zit erin. Yep. Yes. Dit is wat cheat. Oké. Je hebt hem. We hebben hem. Maar Magikarp is niet zo'n probleem. We moeten natuurlijk het apparatus vinden. Zeldzamus apparatus. Is dat de naam? Laten we gaan. Jullie zien misschien dat ik mijn super high-tech rugtas niet om heb, dus jullie kunnen helaas niet zien wat ik zie hier op mijn Pokédexo Pokémon Go. Maar ik heb het gevoel, als ik hier zo kijk, hier zien jullie het. Er is een Nidorina, of Nidorino is hier in de buurt. Wow. En dat op zich is best wel zeldzaam. Daar kunnen we wel even op wachten. Kan de Pokémon Go's apparaat, dus kan er wel even wachten. Dus we gaan even op zoek naar deze Nidorino, oké? Okay? Ja. Hier. Joost, wat doe je? Ruik je wat? Ik heb het gevoel dat er Nidorino's hier zitten. Waar dan? Oh, kijk daar! Wat? Volgens mij zijn dat er twee. Zoom in. Enhance. Wow, dat zijn twee Nidorino's. Maar dat zijn toch konijnen? Dat zijn Nidorino's! Dat zijn Nidorino's! Joost, daar! Hoe moeten ze? Oh, shit, ze rennen weg! Rennen weg? Joost! Ze zijn nog niet op... Joost, ga achter. Oké. Okay. Waarom doe ik dit? Au. Au. Snel, Joko. Oké, hij staat daar. Wat is hij? Zie je hem niet doen? Waar is hij? Zie je hem niet doen?
Ik zie hem daar. Doe zo. Ga vangen, Jody. Ik ga de bucht erheen, oké? Ja. Oké. Jullie vragen jullie misschien wel af, waarom? Joost, Pokémon trainer Joost. Joost, catch hem. Waarom ben je hier nog zo laat? Hier al in het prachtige kijkduin in Den Haag. Nou jongens en meisjes, ik zal jullie wat vertellen. We waren hier eerder en toen gebeurde er dit. Oh my god. Joost, stil. Probeer video's te maken. Als Pokémon trainer word je niet blij van al die trainer fanboys, weet je. Ik mag wel de grootste zijn van de wereld, maar dat ging wel een beetje ver. Anyways. We zijn hier, als jullie het kunnen zien, zijn bij een verlaten duinpad. En als jullie even meekijken... Maar ik zie een maan. Als jullie even mee willen kijken. Zoals je ziet, zit hier twee pokestops. En dat is best wel goed, maar er zit hier ook... een belsprout. Wow. Oké. Het is legendarisch. Even kijken waar hij zit. Hij zit daar volgens mij. Het is niet goed te zien. Het is een beetje zwart. Ik wil licht. Daar. Hij zit in de bosjes. Kun je hem zien, cameraman? Kun je hem zien? Enhance. Hartje wel? Oké, ja daar. Precies. Ja, ik denk dat ik het heb, denk ik. Geen idee. Ga vangen. Heb je hem al? Oh, daar! Stop hem niet helemaal. Ga vangen. Hij moet voor die excellent gaan, of nee, die niet excellent. Van niks. Daar gaan we. Ik voel hem. Yes, dat was hem. Dat was de show. Hebben we hem gevangen? Dat is de vraag. Kan ik. Nee, ik weet het niet wat Joost is hoor, maar... in ieder geval, hier waren die Nidorans, konijntjes en zo. What the fuck? Fuck hoor ik. Hij is hier niet. Ik moet verder zoeken. Welkom in Kijkduin, Pokémon hoofdstad van Nederland met een Pikachu. Helemaal toppie, joppie. We gaan even kijken hoe het met onze beste trainer gaat. Wat hij ook aan het doen is, weet ik veel. Hij is een beetje zich aan het aanstellen. Hallo? Al gevonden wat je wat zocht? Hij is niet hier. Maar deze Golbat wel. Heb je een Golbat gevangen? Deze Golbat wel. Wow. Maar niet de Pokémon Go als apparatus. We gaan weer verder. Hij zit er niet! Hallo? Wat ben je aan het vangen? Ik heb hier mosterd. Oh. Maar in Pokémon termen is dit net zo sterk als een incense. Nou, we gaan even kijken. We hebben hier net een Squirtle. Een Squirter. Dus dat is goed. Dit is goed. Squirters kunnen we altijd gebruiken. En we hebben hier ook een Shellder volgens mij. De meesters hebben ook verteld dat hier een Pikachu roamt. Ja, maar kijk, hij zit er gewoon in, weet je. Dat hier een Pikachu roamt. En die Pikachu kan alleen gevangen worden door de allerbeste. De allerbeste? En zeggen dat hij niet kan gevangen worden met Pokeballs. What? Dus wij gaan hem vangen met de incense. Zijn we klaar voor? Ik denk dat je hem al hebt laten zien aan de kijkers daar. Maar daar staat hij. Oh, die! De Pikachu. Ga je die vangen? Ze zeggen dat alleen de allerbeste, like no one ever was, hem kan vangen. Je gaat mosterd tegen de dingen gooien? Blijf hier. Ik ga mijn speciale tactiek doen. Ja. En dan gaan we ervoor, oké? Hij miste. Je miste. En dan noem je jezelf goed? Ik heb nog veel te leren. Ja. Op zoek naar de Pokémon Go's apparatus, die zal wel helpen. Veel plezier. Ga ik even deze Kabuto vangen zo. Niet hier! Niet! Joost, zit je hierin? Joost! Oh, daar zit je! Oh, Joost! Waarom kijk je zo sip? Er is een ei uitgekomen. Echt waar? Oh, wat heb je eruit gekregen? Mankey. Mankey? Mankey. Dat is toch best goed? Ja, klopt. Maar ik hou een staartcontest met hem. Oh. Hij is goed. Hij is heel goed. Weet jij waar de Pokémon Go's apparatus is? Weet je? Volgens mij is hij dronken. Hij heeft het over Atlantis. Oh. Maar Atlantis bestaat al jaren niet meer. Dat is de honden zee. Ik doe hem weg. Fucking Mankey. Oké. Maar dat maakt niet uit. Atlantis is over de zee, zeggen ze toch? Ja. Wat is Joost? Wat staat daar? Wat staat daar? Atlantis. Dat Atlantis. Denk je dat Mankey dat bedoelde? Ja. Denk je dat Mankey dat bedoelde? Ja, hij is wel dronken, zei je. Atlantis. Ik ga op zoek naar de Pokémon Go's apparatus. Wacht, dit schip is niet voor jou. Joost. Hij is hier niet boven. Hij is hier niet. Ik ga verder zoeken. Oh,
Henkie was inderdaad dronken, dat is helemaal niks hier. Maar dat was wel cool wat je net deed. We gaan weer verder. Dat was wel heel stoer. We gaan weer verder. Ik vond je wel stoer. Vond je me stoer? Ik vond je wel stoer. Nou, daar doen we het dan voor. Ja, echt wel. Dat was helemaal niks, man. Nou, dat was wel heel cool wat je net deed. Teleurstelling. Echt waar. Van de kutservice op de tijd. Maar ik heb inmiddels overal gezocht voor de Pokémon Go apparaten en de enigste plek. Enigste. Welke plek? Wow. De enigste plek waar we nog niet gezocht hebben. Is? Boven die toren. Oh, helemaal daar op het gebouw? Boven in die toren. Deze toren? We gaan nog boven. De maan is wel mooi vandaag hoor, ik moet je vertellen. De maan is wel heel erg mooi. Hey. Heel erg. Oh. Hey. Huh? Het is tijd om hem weg te doen. We zijn bij de toren. Hey, op hier, Ibo. Okay. We zijn bij de toren en de man heeft me verteld. Welke man? De oude wijze man. De man. Hij heeft me verteld dat hier in Kijkduin ergens de Pokémon Go's apparaat was. We hebben nog nergens, we hebben overal gezocht. Ja, overal? Behalve hier. Oh. We gaan. We gaan nog kijken hoe ik het beste hier op kan klimmen. Gaat omhoog. Oké, okay, gaan we. Oh, via touw. Heb je je benen gebroken? Okay. Wacht, blijf liggen. Wacht. Wat doe je? Ah, mijn hand is gebroken. Ah, ik weet niet hoe ik verder kan. Maar ik moet doorgaan. Maar ik moet doorgaan. Ondanks dat mijn hand is gebroken. Wat een strijder. I must go. Wow. Zwarte balken overal. We gaan. Wow. Ik ga erbij liggen. Oh. Wow. Wow. We gaan. Wat een kontje heeft hij. Ondanks dat mijn hand is gebroken, moet ik door. Ik heb het gevoel dat hij boven is, oké? Ja? Geef me een moment. Oké. Okay. Juist. Oh, oh god! Wat? Hallo? Is dit hem? Is dit wat de man zei? Is dit wat de oude wijze zei? Ik heb hem! Niet laten vallen! Je kunt trouwens de stickers kopen op www.joostplotspellenshirts.nl. Link staat in de beschrijving. Koop ze stickers.